Welkom bij Alaaf in 111 seconden. Met straks de prins van de dag, de dagelijkse carnavalsfact. Maar eerst gaan we naar Kilder. Want daar is men al druk bezig met de voorbereidingen voor de optocht van aanstaande zondag. Zondag hebben we onze carnavalsoptocht in Kilder. Het is een bonte stoet, weer een grote stoet. We hebben 45 grote wagens, grote en kleine wagens die meedoen. Daarentegen zijn er ook nog 16, 17 loopgroepen bij mij weten. Een hoop paren, een hoop enkelingen. Het wordt weer een hele, hele lange stoet. Wat maakt het carnaval in Kilder zo bijzonder ten opzichte van andere dorpen hieromheen? Nou, ik denk dat iedereen eigenlijk... Carnaval vieren we met de omgeving. Niet met Kilder alleen, maar met de omgeving. Ik denk dat voor jongeren ook in Kilder het carnavalsgebeuren begint. En ze beginnen gewoon zaterdagavond beginnen ze bij ons. En alle jeugd in de omgeving komt naar de residentie Zaltheunissen bij ons om carnaval te vieren. En daarna is het de zondag, de grote optocht. En waaraan dus alle jongeren in de omgeving en natuurlijk ook ouderen aan deelnemen. Zondag zal de bonte stoet om 11:45 zal die vertrekken. Ter hoogte van Horsting. Dus hij zal bij onze residentie een kwartiertje later aankomen. Dus dan gaan we door de Kilderse straten van Kilder heen. Ja!